Ja. Benjamin, Josef en Jaylin doen mee aan de muzikale snelkookpan. Op de popacademie schrijven ze regelmatig eigen nummers. Nu moet het alleen binnen 5 uur klaar zijn. Als je zo snel ook leert werken, dat ga je in de toekomst ook nodig hebben als je met grotere artiesten werkt. Die willen niet urenlang aan iets bezig zijn. Die willen gewoon lekker snel door, vlot. En dat leer je alleen maar. Benjamin is blij dat hij de kans krijgt om zijn kunsten te vertonen aan een groter publiek. Dat wij ook toe doen, om het zo te noemen. Vaak is het alleen maar dat de grote artiesten echt een plekje krijgen en zo. Maar voor ons is het ook heel erg cool om hier ook in ons in deze plek te zien en te zitten. Om daar onszelf ook meer in te ontwikkelen. En juist dat ontwikkelen van jonge muzikale talenten is zo belangrijk. Dat blijft bestaan. Kijk, dat we niet op een gegeven moment te maken hebben met een Frans Bauer van 80 en een Jannes van 94. En dat er daaronder niks meer is gebeurd de afgelopen 20 jaar dan. Weet je, want dan zit je toch wel met de gebakken peren. En juist muziek maken in korte tijd is belangrijk als je mee wilt kunnen doen in de muziekindustrie. Er moet wel een beetje druk op zitten. En 5 uur, ja, weet je, dat kan heel lang zijn. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens, weet je, zo'n Bryan Adams en dat soort types, die schreven hun grootste hits in 10 minuten. Dus het kan heel snel. In de zelfgebouwde studio zit het tempo er in ieder geval goed in. 5 uur moet dan ook genoeg zijn volgens Benjamin. Maar is het ook genoeg om te winnen? Ik weet niet hoe het zit met de andere kandidaten. Ik heb wel begrepen dat het wel wat grotere en ervaren mensen zijn. Maar anders zouden we ook niet voor gevraagd worden. Dus ik denk, er is altijd kans voor winst. Juist.